Hallo, mijn naam is Iris Verbaan. Ik ben 22 jaar oud en ik ben gek op sprookjes en op voorlezen. Ik ga jullie dan ook een stukje voorlezen uit het sprookjesboek van de Efteling, een fragment van Hans en Grietje. De deur ging piepend open en het oude kromme vrouwtje kwam tevoorschijn. Gelukkig sprak ze vriendelijk. Kijk nou toch, wat een uitgehongerde magere kindjes. Kom toch binnen, ik ben net pannenkoeken aan het bakken. Dat lieten Hans en Grietje zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Snoepgoed is lekker, maar een dikke warme pannenkoek als ontbijt, dat is pas smullen. Ze gingen het huisje binnen. Opeens duwde de oude vrouw de deur met een smak dicht. Bam! Ze deed de grendel erop. Pats! Ze greep Hans met twee sterke handen vast en lachte vals. Ik heb jullie te pakken. Er zijn hier helemaal geen pannenkoeken. Behalve die op mijn dak natuurlijk. Laat me los! Riep Hans. Laat hem los! Gilde Grietje. Maar het oudje kraste. Oh nee, vanaf nu zijn jullie van mij. En als jullie het nog niet door hadden? Ze wachtte even en zei toen. Ik ben een heks! Haar valse lach klonk verschrikkelijk. De heks sloot Hans op in een hok met tralies. Zo, blijf daar voorlopig maar zitten. Jij moet eerst goed dik worden, want dan smaak je veel lekkerder. Had Grietje de heks goed verstaan? Moest haar broertje lekker smaken? Oh, spannend. Nou, dit was het fragment en dit was mijn auditie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en bedankt voor het luisteren.